Welkom mensen bij weer een gloednieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie de vier beste achtbanen in Minecraft. De achtbanen die vandaag in de top 4 gaan komen, hebben wij allemaal gedaan. Dus de video's daarvan zullen in de beschrijving gelinkt zijn. Heb je er zin in? Laat dat zeker weten door een duimpje omhoog. Daarmee steun je ons ook meteen. En gaan we meteen beginnen. Wel even een disclaimer. Dit zijn alleen achtbanen die los van elkaar gebouwd zijn. Dus per map. En niet bijvoorbeeld de Python uit de Efteling. Die gaan nog komen. We gaan beginnen met nummer 4. Nummer 4 is namelijk de reuzenachtbaan. Dit is de achtbaan gemaakt door Hobo Joe. Die Stan en ik een tijdje geleden gespotlight hebt. Deze is wel een beetje afgeslankt in verhouding met de andere achtbaan die er nog gaat komen in deze top 4. Namelijk de mega achtbaan. Bij de reuze achtbaan heb je wel weer een hartstikke leuke drop, heeft hij er weer erin gezet. En wel is dus de thematisering van deze map gewoon volledig, bijna volledig weg. Je kunt hier ook in de video zien dat de thematisering niet helemaal geweldig erbij is. En vooraf was er ook niet zoveel toegevoegd. Ze hadden ook niet erg veel tekst erbij toegevoegd, dus dat was ook een beetje jammer. Dan gaan we door naar de volgende. Dat was een beetje een moeilijke. Ik zat namelijk te twijfelen tussen de multiverse achtbaan en de dodelijke achtbaan. Toch ben ik gegaan voor de multiverse achtbaan op nummer 3. Want de multiverse, de universums ertussen waren niet heel erg, lagen niet heel ver van elkaar. Want je had echt twee universums met donkere gedeeltes. En dat was een beetje vervelend. Want ik had meer verwacht dat ze ook nog... Toen wij klaar waren met opnemen ervan. Toen dacht ik echt van zo. Ze hadden echt wel meer universums erbij kunnen doen. En wel moet ik zeggen. Degene die je in de thumbnail ziet. Die Mesa universum was wel gaaf. Alleen ze hadden ook niet echt dikke loopings erin gezet of zo. Dat was ook allemaal niet toegevoegd. Het was meer echt een verhaaltje. Wel zaten er best wel grappige stukjes in, ook bijvoorbeeld in de piramide, op het einde was dat volgens mij. Dat was best wel een leuke toevoeging ervan, dus vandaar dat hij op de nummer 3 staat, dat het eigenlijk niet zo'n... Qua achtbaan zelf was hij niet zo heel erg gevarieerd, maar wel natuurlijk het verhaal was wel leuk. Het grappige ook dat je door verschillende portals heen ging. De grootte van de map was ook echt enorm. Want hij heeft alles achter elkaar neergezet. Want je ging elke keer door een bergje heen. Of bijna elke keer in ieder geval. Dus dat was wel leuk. Dan gaan we door naar nummer 2. Ik zei het verkeerd. Nummer 2. Dat is namelijk de dodelijke map. De dodelijke map is een map die gemaakt is voor een contest op Planet Minecraft. Ik ben even kwijt wie hem gemaakt heeft. Maar hij is in ieder geval echt super gaaf. Hetgene wat meteen opvalt bij deze map zijn de mega grote gethematiseerde stukken erin. Namelijk de grote dodelijke looping. En ook de dodelijke draak. Dat was die drakenskelet die ernaast stond. Bij deze heb jij twee verschillende manieren om hem te bereiden. Want de ene die stapt bij de ene station op en die andere bij de andere. Ik zeg het verkeerd. Je kon tijdens de rit kon je kiezen welke kant je op ging rijden. Dus op het begin, of in ieder geval op het stukje, kon je een knopje indrukken. En dan ging jouw kar de ene of de andere kant op. Wel was het einde van de baan een beetje jammer. Want de ene helft, daar kwam je echt uit gewoon in het niets. Dan viel je gewoon dood. Niet dat je echt van een hoge afstand afviel, maar je viel gewoon letterlijk in het niks. En die andere, die stopte volgens mij gewoon in één keer abrupt. Dus dat was wel een beetje jammer. Wel was de thematisering echt heel gaaf. En wel een beetje gezichtsbedrog bij de looping. Want je zou denken dat je helemaal door de looping heen ging. Maar dat was niet zo. Je ging er letterlijk alleen doorheen. Wel heel gaaf gedaan. Ook op het begin was er een klein verhaaltje bij. Helaas werkte het verhaaltje bij ons niet. Omdat de verhaaltjes, of in ieder geval de tekst, die bugden bij de command blocks, dus dat was een beetje jammer. Wel natuurlijk een hele gave map en daarom staat deze op de nummer 2. Dan gaan we naar de beste, althans in mijn opinion, beste map tot nu toe. Dat is namelijk de Wenpix Fly Mega Achtbaan map. En waarom is deze nou de beste? Nou,
omdat hij gewoon echt leuke dingen eraan toe heeft gevoegd. Hij heeft namelijk bij de drop heeft hij een gezichtsbedrog toegevoegd. Hij heeft een grappig verhaaltje eraan toegevoegd. Het is natuurlijk niet zo'n groot verhaal als bij de Multiverse achtbaan. Die wel echt credits krijgt voor het verhaal. Want je zat namelijk ook in samenwerking met een professor erbij. Bij deze was dat niet. Bij deze was het meer dat jij ook... was het wel dat jij de baan aan het testen was. Maar ik vind deze baan zelf vele malen leuker dan die andere. Dit was ook een van de eerste achtbaanmaps die wij bekeken hadden. Daardoor heeft het ook een heel klein beetje wat puntjes mee kunnen sprokkelen. En ze zijn alle vier goed door jullie ontvangen. Voornamelijk de onderste twee in de thumbnail. Namelijk de reuze achtbaan en de mega achtbaan. Dus de Wampix Fly heeft voor mij de keuze nummer 1 gekregen. Ook omdat hij een leuke leuk cruise skip ernaast heeft gezet. En hij heeft ook gewoon een kleine leuke dingetjes toegevoegd aan de achtbaan. Het zijn wel allemaal best wel oude achtbanen. Dus ik heb wel graag, omdat wij binnenkort weer nieuwe achtbanen gaan bekijken. Zou het wel super tof zijn als jullie even achter kunnen laten. Als jij bijvoorbeeld wat achtbaanmaps kent. Of misschien wel servers waar leuke achtbanen op staan. Of jij die dan even kan achterlaten. Want we hebben er wel al een server waar heel veel achtbanen op staan. Maar ik heb zo'n vermoeden. Want ik ben er pas één keer langs geweest om even te kijken hoe het daar allemaal is. Maar volgens mij is het een klein beetje downscaled allemaal. Dus een beetje verkleind. Dus ik ben benieuwd. In ieder geval, laat even achter wat jullie vier beste achtbanen zijn. Of jullie het wel eens zijn met mijn keuzes hierbij. Er zijn een aantal achtbanen die ik helemaal niet heb meegenomen. Bijvoorbeeld de Steampunk en nog een paar andere. Dat komt namelijk... ze past er niet allemaal in, hè? Nee, maar ik hoop in ieder geval dat jullie de video leuk hebben gevonden. Een keer wat anders dan normaal. Laat ook even achter wat je van deze soort video's vindt. En nogmaals, laat even achter als jij leuke achtbanen /maps/mods... mag ook allemaal kent, dan wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken en dan zie ik jullie volgende keer weer. Later, mensen.